Het Openluchtmuseum in Arnhem opent donderdag zijn nieuwe evenementlocatie. Dit wordt een nieuwe evenementlocatie. Een oude loods uit Goes die in 1910 gebouwd is. Wij gaan morgen deze locatie openen, Loods Goes. Dat is een officiële opening. En wat is Loods Goes? Loods Goes is een locatie wat in het Nederlands Openluchtmuseum staat. Al enige tijd hoor, sinds 1985. Maar de loods is nieuw leven ingeblazen. Dat gaan we morgen meemaken. Want waar gaan jullie de loods voor gebruiken? Het wordt een evenementenlocatie. Natuurlijk wordt het ook toegankelijk voor bezoekers. Mensen kunnen hier het verhaal van de loods gaan zien en gaan lezen. Maar de bedoeling is dat we hier evenementen gaan organiseren zoals heerlijke diners, congressen, symposia. En waarom veranderen jullie van locatie? Ja, dat is een goede vraag. De loods die staat hier dus al vanaf 1985. En eigenlijk hebben we hem een tijdje tussen aanhalingstekens genegeerd. Van wat gaan we hier nu mee doen? Want het is een prachtige industriële loods. Wat heel goed past bij het verhaal van het Nederlands Openluchtmuseum. Dus wat je hier ziet en waar deze loods onbekend staat, is eigenlijk de tijdperk van industrialisering. De loods heeft voorheen gediend in Goes als distributiepand, als locatie. En was ook heel kenmerkend voor de stad. Het is een prachtige buitenkant ook. En wat we nu hiermee gaan doen, is eigenlijk de loods weer openstellen voor het publiek. En daarmee de prachtige, rauwe, robuuste bouw van de locatie laten zien. En tegelijkertijd de toepassingen, de mogelijkheden van het nu, 2019, gebruiken om mooie dingen te organiseren. Dit is best een belangrijke locatie voor jullie. Dit is een goede en belangrijke locatie voor ons, ja. En het is ook echt een locatie waarin eigenlijk voor het eerst echt de nieuwste toepassingen van techniek zijn doorgevoerd zonder dat je denkt dat je in een heel nieuw pand staat. Want je proeft de sfeer van toen eigenlijk nog steeds terug. Dus dit is wel een mooie, nieuwe, goede locatie voor ons. En gaan jullie die oude locatie niet meer gebruiken? Zeker wel, nee. We breiden alleen maar uit. En dat zie je ook gewoon als je kijkt naar het museum. We krijgen meer bezoekers. Afgelopen jaar hebben we meer dan 500.000 bezoekers door de poorten gehad. We hebben steeds meer evenementen. En we gaan daarin meebewegen gewoon. Dus het werd tijd voor een extra locatie. Weer tijd voor een extra locatie. Wanneer gaat de opening precies plaatsvinden? Ja, we gaan donderdag 17 januari 's middags officieel openen. En dat doen we op een manier die bij het museum past. Dus we hebben het grote historische verhaal van de loods hier. Dus dat zal je zo ook gaan zien. Maar ook het kleine verhaal in die geschiedenis. En we hebben de familie Massé, daar is deze loods altijd van geweest. Daar hebben we nazaten van gevonden. En die zullen er ook bij de opening morgen aanwezig zijn. Dan hebben we het over de vijfde en de zevende generatie Massé's die hier dan aanwezig zijn. En burgemeester Marcouch zal de locatie mede officieel openen.